Roger natuurlijk nog steeds gelijk, maar kijk ook naar wat er wel mogelijk is. Dat is het, zoek iets wat dicht bij je passie zit. What's up team? En ik heb zo meteen daar bij La Vivette, die je net zag staan, twee afspraken. Eén afspraak om flashmob te gaan opnemen voor het zomercarnaval. Eigenlijk heeft Linda Dubois van La Linda's dat geïnitieerd. En daarna heb ik een afspraak met Patricia Tulle. Maar daar wil ik het niet over hebben. Waar ik het over wil hebben is over mijn laatste filmpje waar ik vertel dat je je passie moet volgen. En je passie volgen, daar kreeg ik ook een reactie op. Ik hou van reacties. En de reactie was, er zijn ook rekeningen die je moet betalen. Dus je kan niet altijd gelijk je passie volgen. En ik geef hem daarin ook gelijk, maar ik heb daar ook gelijk een antwoord op. Ik zal je daar dadelijk wat meer over vertellen. Rekeningen moet je dus betalen en ik geef hem ook gelijk, dat was Roger Donk. Rekeningen horen te betalen en je zal altijd wel eens een baan moeten hebben wat je niet zo leuk vindt. Ik kan een klein beetje over meepraten, heb ik ook eerst gedaan, een baan. Ik heb bij een waroen gewerkt en ik wilde ook nog steeds video's maken. Maar ik heb ook op een gegeven moment ben ik ook gaan kijken naar andere banen die dichter bij mijn vak zitten. En waardoor ik dus wel dichter bij mijn passie zit. Ik werk nu nog steeds erbij, bij Budgetcam Camera Vuur. En dat is een bedrijf die dus camera's vuren. En dat zit dicht bij mijn vak. Mijn vak als videomaker, als videomarketeer. Iemand die het fijn vindt om met video's aan de slag te zijn. Is het tof om nieuwe camera's in je buurt te hebben. En ook mensen die veel weten over waar je ook veel van kan leren. Dus eigenlijk is het, als je een passie hebt en je moet ook weer je rekening betalen, zoek dan misschien wel een baan die dicht bij je passie zit. Dat is eigenlijk wat ik daarop wil zeggen. Ik geef Roger natuurlijk nog steeds gelijk, maar kijk ook naar wat er wel mogelijk is. Dat is het, zoek iets wat dicht bij je passie zit. Dan volg je ook je passie. Dat is kort wat ik wil zeggen en ik zie je later in een andere vlog. Ik zie je later. Ciao!